Zoals vorig jaar al bekend werd gemaakt, zal Gulpener bier exclusief op Floriade in 2012 geschonken worden. Tijdens de traditionele hopoogst in september werd de hop, de belangrijke grondstof bij de bierbereiding, door tientallen inwoners van Gulpen en andere belangstellenden geoogst. Zeer bijzonder dit jaar was dat voor het eerst biologisch geteelde hop werd geoogst. Gulpener kreeg hiervoor tijdens de hopoogst een officieel certificaat uitgereikt, waarmee Gulpener nogmaals bewees duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben staan. Ik ga je het certificaat uitreiken, Roger. Alsjeblieft. Ja. Heel erg trots op je. En ik zou zeggen, pak hem maar uit, dan kun je zien wat erin zit. Roger, biologische hop, dat is uniek hier in Nederland. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Nou, wij hebben 3 jaar lang daar hard voor moeten werken. We hebben 3 jaar lang volgens de richtlijnen van Skal dit geproduceerd en dan is hij gecertificeerd biologisch. Nu moet je ervoor zorgen dat het in de toekomst ook zo blijft. Hoe gaan jullie dat doen? Nou, ik denk dat dat steeds een kwestie is van kijken hoe de ontwikkelingen zijn en daar je actie naar doen. Als we wat probleempjes tegenkomen, dan moeten we gaan kijken naar wat een passende oplossing daarbij is, volgens de richtlijnen. Na de hopoogst kon er feest worden gevierd op het festivalterrein. Bezoekers konden genieten van Limburgse producten, muziek en natuurlijk van Gulpener bier zelf. Gulpener bereidt zich nu voor op de samenwerking met Floriade. Een bijzondere samenwerking waarbij duurzaamheid een gezamenlijk doel is. Het heeft te maken met hoe we onze organisatie ingericht hebben. Maar een van de meest pakmakende dingen is denk ik wel het organiseren van onze grondstoffenketens. We hebben ervoor gekozen om niet meer te gaan shoppen in Canada voor gers of in Denemarken. En we halen geen hop meer uit Tsjechië. We doen het gewoon met mensen uit de omgeving, uit Limburg. En het blijkt dat die gewoon in staat zijn om fantastisch mooie grondstoffen te maken. Daarmee is het bijna een volledig Limburgs product ook. Echt een streekproduct ook. Ja, in mijn beleving is een Limburgs product dat is gemaakt met grondstoffen uit de regio door mensen uit de regio. En aan die definitie voldoet Gulpener nu zeer zeker. Ja.